Hoe krijgen we migrantenjongeren met psychische problemen eerder in beeld en zorgen we ervoor dat zij de juiste begeleiding en zorg krijgen? Dat is het vraagstuk waar de gemeente Ede en haar partners mee aan de slag gaan. De communicatie verloopt niet altijd goed, de doelgroep vindt het soms moeilijk om hulp te vragen of men heeft simpelweg de kennis niet. Kortom, de drempel voor deze migrantenjongeren richting de geestelijke gezondheidszorg is hoog. Hoe gaan wij dit aanpakken? De gemeente gaat samen met haar partners werken met een expertteam. We stellen het expertteam aan u voor. Ik ben Sadia Bouazi en ik werk bij Opella. Opella is een maatschappelijke dienstverlening. En ik ben gezinscoach bij allochtone gezinnen. Ik ben Harriet Polderman. Ik werk bij ProPersona. Ik werk bij de afdeling jeugd. ProPersona is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Dus deze kinderen komen ook als ze ernstige psychische problemen hebben bij ons. Mijn naam is Said Alwati. Ik werk bij Seralon Zorginstelling in Ede. Ik ben Josee van der Linden. Ik ben coördinator van het Centrum Jeugd en Gezin in de gemeente Ede. Wij werken samen met het expertteam om migrantengezinnen beter te kunnen bereiken. Het expertteam werkt in het project ook intensief samen met Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en welzijnsinstelling Welsteden om de migrantenjongeren en ouders eerder te bereiken en op maat te begeleiden. Het team vervult vier belangrijke functies. 1. Zij slaan een brug tussen hulpverlening en de gezinnen. 2. Zij begeleiden gezinnen in een zorgtraject met de geestelijke gezondheidszorg. 3. Zij vergroten de kennis bij de ouders over psychische problematiek en de mogelijkheden van de zorg. En 4. Zij coachen en begeleiden professionals in het werken met migrantengezinnen. Hoe werkt het Edese expertteam dan in de praktijk? Dit zullen we in een aantal fragmenten laten zien. Daarbij gaan we steeds uit van een belangrijk motto: je kan pas iemand bereiken als je begrijpt wat de ander beweegt. Om dit heel concreet te maken, vragen we u om in gedachten met ons mee op reis te gaan. Stelt u zich eens voor dat u naar Marokko verhuist. Een land met een andere cultuur, andere normen en waarden en een hele andere taal. Houd dit gevoel vast. Nu draaien we de situatie om. Iemand uit Marokko komt in Nederland wonen. Thuis lijkt alles net een beetje op de rit te komen, maar de wereld buiten is wel wat ingewikkelder. Ook voor de kinderen is het soms lastig om de brug tussen thuis en buiten te slaan. Met name bij één kind gaat het niet goed op school. De moeder komt, nadat de leraar op school heeft geadviseerd om vanwege gedragsproblemen naar de huisarts te gaan, na verwijzing uiteindelijk terecht bij een psychotherapeut die het kind heeft getest en de resultaten gaat bespreken. Nou, dat is een heel verhaal geweest, maar concluderend kunnen we dus zeggen dat uw zoon veel kenmerken vertoont van een autisme-spectrumstoornis. Mm-hmm. Hij kan zich moeilijk in anderen verplaatsen, hij is weinig flexibel daarin, houdt echt vast aan dingen en kan geen planning maken. Hij blijkt een gefragmenteerde kijk ook op dingen te hebben, dus dat hij ziet dingen niet als één geheel, maar heel gefragmenteerd. En kan ook het geheel gewoon niet goed overzien. De psychotherapeut legt met allerlei termen uit wat er aan de hand is en probeert zo goed mogelijk uit te leggen wat dat betekent. Maar omdat moeder de taal niet goed beheerst en het allemaal best snel gaat, is het moeilijk te begrijpen. Ze knikt maar om zo snel mogelijk van het gesprek af te zijn en heeft slechts kleine stukjes van het gesprek begrepen. Is dat voor u een beetje duidelijk zo? Ja. Oké. Okay. Want dan maken we... In de praktijk komt zoiets vaak voor, en regelmatig is dit ook het punt, als het zover al komt, waarop een gezin niet meer op een vervolgafspraak komt en de hulpverlening of behandeling stopt. Ook komt het voor dat de gezinnen zodanig in beslag genomen worden door andere problemen, dat de behandeling dan even geen prioriteit heeft. Maar nu is er het expertteam, dat de brug slaat tussen de wereld van de gezinnen en de wereld van de professionals. Zij begeleiden de gezinnen in de eigen taal, met begrip voor eigen cultuur, maar ook voor de andere cultuur. Zij motiveren het gezin om te blijven gaan en daarnaast begeleiden zij ook de professionals in de benadering van migrantengezinnen. Dan is dat gewoon heel erg ingewikkeld voor een kind. En gaan kinderen jou ook niet opzoeken? Is dat een beetje duidelijk zo? Om even met huis nog wel te hebben. Duidelijk zijn aan de moeilijkheden, maar mijn kinders die zou schaap van drassa, maar mijn kinders die er liggen studeren, maar die kon maar tegen van drassa. Wat kan ik als moeder doen?
Ja, als moeder is het belangrijk dat je je kind daarin begeleidt. Doordat er meer wederzijds begrip is, is er ook meer ruimte om de begeleiding beter aan te laten slaan. Omdat het expertteam zelf ook goed van de materie op de hoogte is, is er sprake van meer dan alleen maar vertalen. Ook begeleiding speelt een grote rol. Bijvoorbeeld door betrokken gezinnen actief te bezoeken en door overleg met betrokken professionals. Als ik tegen je praat. Ja. Als je die vrouw, als je nog weet, iemand anders. Oké. Dus dat is shukran. Shukran bezef. Allah, het is ja. Dat ben ik wat we gaan doen met de kinderen. Ja, graag gedaan. Stelt u zich nu eens voor dat u psycholoog bent. U heeft een afspraak met een moeder en zoon die zijn doorverwezen door de huisarts. Ze komen voor een intakegesprek, maar net als bij de eerste afspraak komt er ook bij de tweede poging niemand opdagen. Hoi, met Nicole. Is mevrouw Aliwati er al? Hey. Hi, is mevrouw Aluwati er nog niet? Nee, ik heb al een paar keer gebeld, maar ik krijg steeds geen gehoor. In de oude situatie kwam het voor dat het dossier dan maar zonder verder resultaat werd afgesloten. Ja, schrijf maar uit dan. Ja, dan houdt het op. Ja. Maar met het expertteam moet dat nu anders gaan. In dergelijke gevallen wordt zo'n gezin actief benaderd en begeleid door een coach tijdens het behandeltraject. Met Harriet? Hey, hoi, met Nicole. Ja, ik bel jou even over mevrouw Aluwati. Die zou vandaag komen voor een intake. Maar ze is niet geweest en we hebben er al een paar keer geprobeerd te bellen, maar we krijgen haar niet meer te pakken. Goed dat je belt, want ik denk dat je zeker niet moet afsluiten, want dat zou zonde zijn. Want ik zit net met Sadia in het overleg over het IJF-project en ik denk dat het wel mogelijk is dat wij op huisbezoek gaan bijvoorbeeld. Een andere taak van het team is om de kennis bij migrantenouders te vergroten. Want er is veel onbekendheid over psychische problematiek. Sommige ouders denken dat het gedrag van hun kind normaal is of schamen zich juist en ondernemen daarom geen actie. Stelt u zich eens voor dat u van een arts te horen heeft gekregen dat uw kind licht verstandelijk beperkt is. U begrijpt niet helemaal wat dat betekent, u gelooft het eerst ook niet en u maakt zich zorgen. U schaamt zich ook omdat u denkt dat u de enige bent. Er met iemand over praten durft u niet en u sluit zich af. Totdat u in de moskee hoort dat er iemand iets komt vertellen over zwakbegaafdheid. U twijfelt, maar u gaat er toch naartoe. En dan merkt u dat u niet de enige bent. En bovendien krijgt u van de voorlichter in uw eigen taal en in een vertrouwde omgeving veel informatie over wat het precies is, waar u terecht kunt en wat u het beste kunt doen. Bovendien kunt u met andere bezoekers uw ervaringen delen en vragen stellen aan de voorlichter. Ja, assalamu alaikum. Wat vind jij? Ik vind vandaag echt interessant. Soms begrijp ik echt niet waar het moet zijn. Ik hoop dat je hebt heel veel dingen gezien en gehoord. Ja. En als je wil graag meer informatie. Ja, ja. Ja, je krijgt voor mij mijn visitekaart. No, dat is mijn visitekaart. Hi. Hi. Hey, ik zou wel graag wat met je willen bespreken. Ja. Even tijd. Stelt u zich eens voor dat u een professional bent. U bent door een school gevraagd om naar een gezin te gaan, omdat het gezin niets doet met de zorgen van de school. U denkt dat u na enkele gesprekken met het gezin goede afspraken met ze heeft gemaakt. Toch ziet u weinig van de afspraken in de praktijk gebracht. Ook de school geeft aan dat zij geen verandering zien. De meester geeft aan van wij denken eigenlijk dat het met de culturele achtergrond te maken heeft. Maar ik denk wel dat er wat meer achter zit. In het project is er veel aandacht voor het begeleiden en informeren van professionals. Professionals van de geestelijke gezondheidszorg en ook van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Professionals worden getraind en begeleid op het gebied van culturele vraagstukken, maar ook ten aanzien van de kennis over psychische problematiek. En ik hoor jou zeggen hè, dat de meeste denkt dat er een cultuuraspect is. Ja. Wat vind jij daarvan? Ik denk het niet. Ik denk, want dat ventje praat op zich redelijk Nederlands. Mm-hmm. Begrijpt het ook wel goed. En in de klas doet je het ook wel goed qua taal en rekenen. Daar komt je aardig mee. Ik denk ook dat er wat in het ventje zelf zit. Nou, dat is goed, want wij zitten nu in het project, het IJF-project. En ik samen met mijn collega van ProPersona, Henriette, kunnen we wel even samen kijken van wat we voor dit gezin kunnen doen. Ja.
De professionals worden gecoacht bij de gezinnen thuis, maar er vindt ook een overdracht van kennis plaats in een overleg als er meerdere partners betrokken zijn in de vorm van intervisie en voorlichting. Omdat ouders volgens mij het toch moeilijk vinden om gewoon wat er speelt, wat eerlijk op tafel te leggen. En dan vraag ik me af of dat toch ermee te maken heeft dat ik niet van hun achtergrond ben, zeg maar. Ja. Tot slot. Wat willen we hier nu mee bereiken? Wij willen graag meer allochtoon ouders meer kennis over de psychische probleem voor hun kinderen. Dat ook wij professionals meer kennis hebben over de psychische problematiek. Dat ouders ook sneller de weg kunnen vinden naar de GGZ om te voorkomen. Dat ze op oudere leeftijd zeg maar ontsporen. Dat ik de afstand tussen allochtoon ouders en zorginstelling klein maken. En ook de professionals weten te begeleiden. Dat ze de ouders kunnen begeleiden naar de juiste hulpverlening. En verder willen we heel graag daarmee bereiken dat de professionals beter in staat zijn door middel van intercultureel vakmanschap migrantenjongeren op een goede plek te krijgen en daar ook te houden. De gemeente Ede en haar partners proberen door beter te begrijpen de mensen in Ede beter te bereiken. Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Integratiefonds.